He. Al die jaren door deze belastingdienst het leven kapot gemaakt. Al die jaren gewoon discriminatie. Ik zeg het keihard hier. Ik heb het hier al vaak gezegd. Al die jaren zijn deze mensen tekort gedaan. Ik heb er een aantal gesproken net die zeggen, he, ik ben een beetje gerustgesteld. Onderzoek na onderzoek, daar kwam niks uit. We hebben de ombudsman gehad. We hebben het ADR. We hebben het commissie Donner. En elke keer als er een commissie aan de slag ging, kwam er weer iets nieuws uit. Maar dit lijkt wel of het dossier van wegkijken, voorzitter. Ik neem even de tijd. Nee, ontkennen en wegkijken in dit dossier. De vraag. Voorzitter, de vraag is, kan deze staatssecretaris aan alle Nederlanders garanderen dat zij niet beoordeeld worden op de kleur van hun huid of op hun achternaam, maar dat ze gewoon op een normale manier, net zoals alle andere Nederlanders, het recht hebben om behandeld te worden zoals dat voor iedereen geldt? De staatssecretaris. Nou, met de heer Azarkan ben ik het zeer eens dat iedereen in dit land gelijk behandeld moet worden en niet in de laatste plaats door de overheid. En het is van belang dat als er blijk zou zijn dat die aangifte die wij doen van de vermoedens van discriminatie, dat die ook heel, heel erg goed worden onderzocht en dat daar heel goed naar wordt gekeken. Omdat dat moet worden uitgeroeid. Met wortel en tak. Het moet niet in Nederland zijn dat mensen ongelijk behandeld worden in gelijke gevallen.